De Vereniging van Surinaamse Melkboeren, VSMB, is niet zo blij met de prijsverhoging van melk. Dit zegt Edmund Blufpand, voorzitter van de Vereniging Surinaamse Melkboeren, in een gesprek met de nieuwsdienst. De opkoop van de rauwe melk is per 27 december 2022 verhoogd met 25%. Dit is een stijging van 14 SAD naar 17,50. Blufpand legt uit waarom de boeren niet zozeer geholpen zijn door de verhoging van de melkopkoopprijs. We zijn blij met een kleine verhoging, uiteraard, want het dekt het voer een klein beetje misschien. Maar we zijn niet verheugd, absoluut niet. En er wordt daar ook aangegeven van, ja, het ministerie is bezig met zaken zoals het import van beesten. Maar we hebben van de directeur veeteelt vernomen dat die dieren heel erg duur gaan zijn. Er wordt gesproken over $4,000 en $5,000 per stuk. En het zijn hele jonge dieren, het zijn dieren van ongeveer een jaar oud. Dus voor het dat beest gekalfd heeft en in productie komt, praat je ook maar nog over mensen anderhalf tot twee tot zelfs 2,5 jaar. En welke boeren zijn in staat om $4,000 en $5,000 tegen een koers van 30 te hoesten? Dus we praten over 170 dus het voor een koe, voor een kalf eigenlijk. En ja, dat is absoluut niet haalbaar. Blufpand merkt ook op dat het best is als de overheid de melkprijs vrijgeeft en marktconform maakt. Waar de boeren enerzijds niet zo verheugd zijn, zoals het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij in een persbericht stelt, is de samenleving anderzijds ook niet blij met nog een prijsstijging. De nieuwsdienst sprak enkele mensen over de situatie. Heb ik bij de kassa gehoord dat de prijzen al zijn aangepast. Ja. Wat vindt u daarvan? Meneer, ik heb dat gisteren gelezen en vandaag is het aangepast. Wat moet je doen? Je hebt het nodig. Zo. Iedereen ondervindt last van gestegen prijzen. Dus, nee, maar uiteindelijk heb je die dingen nodig, je had het moeten kopen. Hoe gaat u ermee om? Wat je ook doet, je gaat ermee moeten kunnen omgaan. Je doet alle moeite om met die prijzen om te gaan, maar het is wel moeilijk. Ja, eigenlijk is het nu zo erg dat je niet meer schrikt. En hoe gaat u daarmee om, dus met die verhogingen en dus die recente ook? Je maakt een keuze wat je nou wil of wat je niet koopt. Dus je moet kiezen. Als je 3 zou kopen, koop je dan 2. Ja, op die manier gaan we ermee om. LVV vermeldt in een persbericht dat de regering heeft bepaald dat de consumentenprijs van gepasteuriseerde volle melk voor de sociaal zwakke huishoudens wordt gesteld op 22,50 SAD in plaats van 27,50. Het departement zegt ook dat wordt getracht de melkveesector lonend te houden voor de boeren. Het is ons niet gelukt een reactie te krijgen van de minister van LVV.